Eerst ben ik met. We zijn nog een hoop jaar zo. En ja, bij hem al eens wat eerder zie. Maar je kent hem nu niet weer. Ze is helemaal uitgebreid. Zijn naam is Gerrit Hulshoff. Ja, en wie is Gerrit Hulshoff? Ik ben Gerrit Hulshoff, woonachtig in Wezep. Ik ben van beroep timmerman. Dat doe ik nu zo onder andere 38 jaar. Ja. En ik werk bij de firma van Wijnen in Arnhem. Waar ik dus het uitstekend naar mijn zin heb. Ja, en mijn hobby, dat is dus echt mijn grote hobby, dat kunnen jullie hier zien. Dat is het verzamelen van miniatuurauto's. En dan hoofdzakelijk in de branche zwaartransport, transport en grondverzet. En wanneer ben je mee begonnen met die hobby? Daar ben ik mee begonnen toen de jongen van mij geboren is. Toen ben ik eigenlijk begonnen met het sparen van Ferraris. En uitsluitend alleen rode Ferraris. Toen ben ik samen met mijn broer Berend in contact gekomen met mensen op de beurs in Houten, waar we dus nu nog steeds elke één keer in de twee maanden toe gaan. Ja. En toen heb ik gezegd, dat was zo'n grote keuze, er was zoveel te koop, dat ik gezegd heb, nou ik ga dus gewoon puur in het transport. Zwaartransport, vrachtwagens daarin verzamelen en dan dus de Ferraris aan de kant en alleen in het transportgebied. Ja, het blijft niet bij de Ferraris, Gerrit, want ja, je hebt eigenlijk speciale modellen, hè? Ja, dat kun je eigenlijk wel stellen, ja. Ik heb, zoals je hier kunt zien, een gedeelte ervan, waar we dus straks nog iets van meer zullen laten zien. Hier heb ik dus iets dat wordt gemaakt door mij, of voor mij, ja. Door een Duitser. Ja, dat is Andreas Stobbelaar. Die man is buschauffeur van beroep. En dat is dus zijn grote hobby om dat allemaal te maken. En toen ben ik mee in contact gekomen op de beurs en van lieve leed, dus dit kan ik wel zeggen van boven naar beneden en straks verder weg, daar zul je er steeds meer van zien, maakt hij dan in opdracht. En van die dingen die hij maakt, is er dus absoluut geen tweede van. Er is er maar één. Er is er maar één van. Alles wat hierin steekt, wat hij gemaakt heeft, en ik meen dat ik de 67 of 72 van hem heb, ja, is gewoon eenmalig. Hij maakt ook in opdracht, als ik zeg van nou, maak eens iets met een boot, of maak eens iets met een vliegtuig, of ja, maak eens iets met zus of zo. Dat doet iemand. Die heeft zo'n inspiratie, ja. Als de volgende keer op de beurs komen, ik weet niks, ik zie niks, dan komt de deuze tevoorschijn. Ja. En dan hebben we dat familie in elkaar gebrood. Ja, maar daar blijft het niet bij natuurlijk. Nee. Nee. Want je hebt nog veel meer. Daar blijft het niet bij. Nou, een andere afdeling gehad, als je nog een wens gaat. Ja. Dat is, kijk, als je dan meer uitgebreid op je vliegtuig moet komen. Als je op een gegeven moment, dan weet hij dus zelf ook niet meer, dan krijg je zoveel. Hè? Dus toen zei hij nog van, goh, maak eens iets van met vliegtuig erop. Ja, of iets met een boot. Ja. Kijk, en dan kun je dus hier de resultaten zien van met een vliegtuig. Met een boot erop. Ja, ik zal straks ook nog iets kunnen laten zien met eventueel met een trein. Als je dan zo hier is, je ziet iets met een leopard tank erop en zo. Kijk, en zo bouwt hij daar allemaal zo door. En dat speelt zich ook gewoon af in deze wereld, zou het zo zijn? Ja, ja, ja. Ja, hij heeft een gigantische inspiratie. Ik snap er niet wat het verdaan had. Hoe hij dat allemaal voor elkaar krijgt. Maar hij maakt het. Ja. Ja, hij maakt het. Dat kun je ook zo zien als daar ook. Er staan ook bepaalde items van hem in. Ja. Dat je dus hier hoort. Ik zie deze. Zie je even nog met Gerrit en Jan Wulshoff even erop gemaakt. Dat is uw zoon, hè? Ja, ja, dat is mijn zoon. Die heeft ook al die hulp met die ding dan niet. Ja, ja. En dan moet je eigenlijk zo verder zien wat hier verder in steekt. Dat hebben we dus allemaal zelf gebouwd. Oh ja. En hier onderin, kijk, dat wordt in het kleine voorbereid, dat moet je allemaal zelf in elkaar knutselen. Dat is in principe een bouwpakket, dat moet je zelf helemaal in elkaar zetten en spuiten en in me verder uitwerken. Ja. Daar kan ik straks nog wat laten zien, hier, waar ik op het ogenblik nu mee bezig ben, waar ik aan het bouwen ben. Ja. Maar dat is dan dus in mijn vrije tijd een hobby, als mijn pure hobby mezelf te doen en, ja, en te ontspannen, zit ik dus hier om dat spul te bouwen. Ja, dan komen we weer op een heel ander front. Dat heeft ook te maken met die Duitsers, denk ik, of niet? Ja.
En dat zijn ook hele speciale dingen, hè? Dit zijn hele, hele speciale dingen. Hier heb je in principe drie items, ja, die de kinders van mij laten maken hebben in opdracht van hem. Oh ja. Als ik me vrij recent dus neem, is het. Ook weer van de Vlist. Van de Vlist, een bekende, die rijdt hier voor de kazernes ook, met een grote leeuwpad tank erop. Die heeft mijn zonen laten maken. Bij hem. Ja. En nou ja, die heeft dan van mijn zonen gekregen, maar dat ik hem helpen heb met de woning. Ja, het is eigenlijk, ja, dat kijk ik zo denk, maar is dat allemaal wel betaalbaar? Nou, het is betaalbaar, het is betaalbaar. Het is wel een duur hobby. Het is wel een duur hobby, maar ja, de ene die gaat naar de kroeg. En de andere maken toren op en ik doe heel geen van beiden, ik doe alleen dit maar. Ja, ja. En dat vind ik mooi. En ja, nou ja, en vooral hoe meer je krijgt, hoe mooier als de verzameling wordt. Ja, maar ik zie door ook, waar wij ook veel meer andere types, ja, en modellen op hebben. Zie, maar dat je dan, kijk, hier dan ook weer ziet, hier even dus, dat noemen ze dus diorama's, hè? Ja. Wat hij doorbouwt. Kijk, die heb ik dus ook opdracht voor hem, maak eens iets met een grondboer, weet je wel. Ja. En dan maken we dat zo. Kijk, iets met sneeuw. Ja. Dus hier heb je ook. Hier heb je dus ook weer zoiets van. Kijk, ook weer met een vliegtuigtransport. Ja. Ja, door de bergen in de sneeuw. Zie je, en allemaal van die items. Hier heb je eigenlijk ook nog een iets aparts. Ik weet niet of Aad kan filmen. Maar kijk, die heeft ook vrij recent van mij gemaakt, waar dus een ongeluk gebeurd is. Oh ja, ja. Kijk, die, ja, bussen die zit achter op die Mercedes. Ja. Zie je dat, die Mercedes zit ook in elkaar van achter. Ja, dat is prachtig. Zie je allemaal van die kleine details die er dan bij komt. Ja. En hij net nog over die trainings, want door hij ook nog een stelling staan waar die, ja, die training te vinden bent. Ja, kijk, hier heb je dan dus ook weer een zwaar transport. Ja. Ja. Die dus onder een spoorbrug doorgaat, zie, met een treinstel. En bij mensen die hier komen, die ook hier wil. Ja, ja, nou, het is eigenlijk gewoon zo van, ik beschouw het nu eigenlijk ook meer als een klein stukje, als een museum. Oh ja. Nu zover uit de breedte, dus ja. Iemand die dit graag met eigen ogen wil zien, die is altijd van harte welkom. Ja. Ik zie door een belletje en altijd welkom. Ja, dat is, want kijk, dat is dus natuurlijk ook mooi om ook het aan een ander te kunnen laten zien. Ja, ja, van wat is er te koop op dat gebied? Ja, want kijk, het kost wel een paar cent, maar het is nu niet zo dat het niet betaalbaar is. Ja, dan kom je bij de vrachtwagens, Gerrit, want ja, dat is eigenlijk ook iets waar je eigenlijk een ook het eerste mee begonnen bent, hè? Ja, ja. Dit waar hier nu bij staat, dan moet je eigenlijk rekenen, dat bent dus vrachtwagens. Die dus op die beurzen kunnen kopen, die dus niet in een spoorgoedwinkel kunnen kopen. Nee. Dit noemen ze dus, en dat bindt het, allemaal limited editions. En limited editions wil zeggen, van elke vrachtwagen wat hier staat, er waren er 1000, 800 van de maat, die krijgen we een certificaat bij. Ja. En van elke vrachtwagen heb ik de deuzen en de certificaten allemaal nog aanwezig. Oh, die heb je allemaal? Die heb ik allemaal nog. Zie dus, als je zegt van die, pak door de deuzen van, dan kan het echt maar procedure, maar die deuzen kunnen gewoon wachten. Ja, ja. En ik kan hem pakken. En krijgt wat via een bedrijf, herkende bedrijven die dat levert? Nou, dit is dus een corgi. Dat is dus een product, dat komt uit Engeland. Ja. Dus je kunt het in de winkel kun je wel kopen, maar dan moet je speciaal zaken hebben. Oh ja. Ja? Ja. En, maar dan betaal je wel echt het ondersteunde kant. Kijk, als je dat spul op een beurs koopt, dan is het betaalbaar. Dan is het betaalbaar. Ja, en dan is het ook zelf een kwestie van zelf ook alles opbouwen. Ja, nou ja, hier zetten ze er neer, je bouwt de spiegeltjes erop en de hele rommel, want dit spul ook, dat is één keer in de vingers had, dat zet ik er neer en dan kom ik dus niet meer aan. Nee, nee. Dat kun je ook wel zien, want ik bedoel, het ziet er allemaal keurig netjes en schoon en mooi uit. Ja. Kijk, want als je nou zoals dit ziet ook, dit zijn ook hele mooie verzamelobjecten. Ja, dat is een schaal 1 op 76. Ja. Ja? Ja, maar daar heb je ook nog weer verschil in, hè? Ja, 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 ik heb schaal 1 op 87, ik heb schaal 1 op 24 en 1 op 50. Oh, ja, ja. Maar dit is 1 op 76, dat wordt ook de corgi wat er maakt. Ja. En dat is van metaal. Zie, die dingen die zitten dus ook daadwerkelijk in zo'n kastje, weet je wel. En die kan dus overal neerzetten, ja, omdat ze dus stofvrij beschermd zijn. Dat is prachtig mooi, hè? Ja, en door is ook een hele serie van wat is het. Ja. Ja. Dit is heel mooi, ja, echt heel mooi.